Goedenavond, het is maandag 7 september en wat heeft het lang geduurd, maar we zijn er weer. De voetbaltafel van RTV Katwijk Sport. Ja, de laatste keer was 2 maart van dit jaar, dus dat is lang geleden. Toen zat ik hier aan tafel met Olaf van der Sande en Kevin de Jong. Inmiddels is het dus september en is het vorige seizoen, daar is een streep doorheen gegaan zoals u weet en zijn we inmiddels al begonnen aan het nieuwe seizoen. Ja, de coronatijd is natuurlijk nog niet voorbij, maar goed, met horten en stoten pikken we het allemaal toch wel weer op. Uh, vandaar ook geen twee gasten aan tafel, maar één gast. Zodat in ieder geval uh, de afstand voldoende is en proef. Frank Venema, goedenavond. Goedenavond. Nou, uh, bekend gezicht hier aan de voetbaltafel. Je zit wat verder, maar. Uh, ja, ja uh, dat was wel even afzien hè, de afgelopen maanden. In heel veel opzichten. Ja, nee, absoluut. Maar dat, 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 als je daarop terugkijkt, dan denk ik niet dat we met z'n allen rond 15 maart wisten wat nee. ons in, daarna allemaal te wachten zou staan. En zeker toen, dat was volgens mij 30 maart, dat echt een definitieve streep door, uh, door alle competities ging. Ja. Toen was het ineens wel heel erg definitief. En kriebelt het dan weer extra? Normaal hebben we dat altijd wel een beetje als het seizoen weer begint, toch? Na zo'n zomerstop. Heb je dat ja. nu nog meer? Of, of zit er nog wel een beetje een, een rem op bij jou? Nou, ik moest. Ik moest ja, wel een beetje inkomen, zeg maar, ook ja. weer. Hè? De, de, op een gegeven moment, uh, als je helemaal in een flow zit... en je bent weer lekker uh, uh, alweer een tijdje verslag gaan aan het doen... dus net als met voetballen zelf, dan raak je in vorm, ja. zeg maar. En nu had ik ook wel... Uh, ja, het ging toch allemaal weer een beetje stroef... en allemaal weer uh, de interviewtjes na afloop en dergelijke. Dus dan toch wel weer even wennen. ja En mijn vrouw, die zei weer... Oh, is het voetbal weer begonnen? Ja, ben je weer... <laughs> Het is, het is weer begonnen. Nou, we gaan ervan uit dat we het seizoen in ieder geval af gaan maken. Maar goed, je weet natuurlijk nooit uh, hoe nee. het gaat. Laten we het hopen. De, de geluiden zijn nu weer iets slechter. Maar goed, misschien moeten we het even. Nou, je afgelopen. hebt het natuurlijk al bij FC Rijm wel gezien hoe, uh, Ja, maar ook nu vandaag de dag weer, zeg maar afgelopen ja, weekend. Uh, ja. Want ik had even een goed gevoel een uh, anderhalve week terug. Ik denk, nou, het valt misschien toch nog wel mee met die tweede golf. Maar, maar ja, misschien gaat die nog komen. In ieder geval, afgelopen zaterdag uh, is de eerste speelronde gespeeld in de tweede, derde divisie, trouwens ook in de hoofdklasse. Dus ik stel voor dat we eerst even gaan kijken naar de, uh, de uitslagen van dus de eerste officiële wedstrijd in de verschillende divisies. En dan in de tweede divisie, Ja, wedstrijddag nummer één, dus, nou ja, de Katwijkse clubs en dan heb ik het echt over Quick Boys Katwijk en Rijnvogels. Die pakken allemaal het volle pond. Quickboys wint thuis. De eerste thuiswedstrijd dus met 2-1 van GVVV. Quickboys kwam nog wel op achterstand, maar uiteindelijk een laat doelpunt van Jan-Willem Kamp. Bezorgde de eerste driepunter. En het is een cliché, maar de eerste klap is toch echt een daalder waard. Ook Katwijk begon met een overwinning. Uit bij Masluis, Voorheen altijd een beetje een angstgegner, maar dat was het vorig seizoen al niet meer. En eigenlijk dit seizoen ook niet, want Katwijk won zakelijk en uiteindelijk ook terecht. Met 0-2 van Excelsior Mersluis. Doelpunten waren van Robert Suzanne vanaf de penaltystip. En uh, een van die nieuwe jongens. Hoe heet die ook alweer, weet jij dat, Frank? Uh, Tim Freeriks. Freeriks, ja. Ik heb het niet opgeschreven, dus dan onthoud ik het niet met die nieuwe namen. Uh, de Rijnsbruggers, ja, die, uh, die gingen wel onderuit tegen IJsselmeervogels. Was eigenlijk niet nodig. Was een beetje een wedstrijd die geen winnaar verdiende. Vlak voor rust kwam Rijnsburg op achterstand. En vlak voor rust kwamen ze ook weer via Jeroen Spruit op gelijke hoogte. Maar ook niet heel veel minuten voor tijd was het toch IJsselmeervogels met Van Diermen. die daar de overwinning wist weg te kapen. Dan de Rijnvogels in de hoofdklasse. die speelden tegen Portugal. En ook zij wonnen de eerste thuiswedstrijd. De uitblinker was Jaap van Duin. 3-0 tegen Portugal. En dan Valken. Ja die andere noem ik dan maar even niet, Katwijkse club. die ging ook onderuit op het eigen duivrak met 0-3. tegen 3. Tegen Buurman FC Boshuizen. Overigens was dat een wedstrijd voor de districtsbeker. Nou, dat waren in ieder geval de uitslagen uh, van deze vijf uitslagen. Wat is dan voor jou de meest opvallende, Frank? Oeh, dat is een goede vraag. Um, ik denk, nou ja, opvallend misschien niet, maar positief opvallend uh, denk ik FC Rijnvogels. Ja. Die uh, heb ik namelijk sowieso eigenlijk, schat ik die vrij hoog in voor dit seizoen. En dat maken ze direct uh, waar in de, uh, het allereerste weekend. Ja, ook een nieuwe trainer natuurlijk. Daar komen ja. we zo nog over te spreken. Tegen een, wat ik begreep uit het verslag, een heel defensief ingestelde ploeg. Ook niet echt een bekende, Portugaal. Vaak uh, no allemaal een beetje uit die buurt, hè? Ja, als het, uh... Uh, noem eens drie spelers van Portugal en je krijgt van mij <laughs> nee. een uh, extra rondje zo. <laughs> Helaas, die nee. ga ik niet verdienen. Uh, ja, 3-0. Ik heb overigens uh, Rijnvogels ook al de week daarvoor gezien. Dat is de enige wedstrijd die ik eigenlijk nog maar gezien heb. Dat was voor de, de voorronde van de KVB-beker. Tegen Jos Watergraafsmeer. Ja. Die won. Heb je een mooie wedstrijd gezien volgens mij uiteindelijk. Nou, een tumultueuze wedstrijd. De eerste helft was overigens wel, uh, wel prima van, uh, van de Rijnvogels qua spel. Tweede helft werd het een beetje een vechtwedstrijd met twee uh, rode kaarten ja, voor beide ploegen achter elkaar. Ja, en penalties uh, dat is natuurlijk een loterij. Overigens een uitstekende redding van die doelman Augustinus, die voor mij ook nieuw is. Ja. Maar die heeft toen echt. Uh, de Rijnvogels uh, ja, zeg maar naar die penalty-serie geholpen, want ja. pak voor tijd had hij weinig te doen, maar had een hele belangrijke redding, anders lagen ze er gewoon uit. Uh, Oké, okay, dus dat is voor jou de meest uh, opvallende uitslag, uh, de Rijnvogels. Ja, corona, we moeten het er toch even over hebben, dan hoop ik dat we het voorlopig achter ons kunnen laten. Uh, ja, op het veld is er natuurlijk niet zoveel veranderd, behouden ze het aantal wissels. Ja. Hè, die zijn van drie naar vijf. Overigens had ik pas met die bekerwedstrijd dus twaalf wissels gezien. In een officiële <laughs> ja. wedstrijd. Omdat er sprake was van verlenging. Uh, maar verder is natuurlijk in, op het veld niks veranderd. Uh, Ballen van nee. alle spelers natuurlijk getest moeten worden. Maar ja, voor, buiten het veld is het natuurlijk wel heel veel veranderd. Ja. Uh, laten we eens beginnen met het publiek. Is het nu zo officieel, Frank, dat uh, uit het publiek niet welkom is in de tweede en derde divisie? Of nou, De ook... officiële regel. Nee, je mag uh, bijvoorbeeld. Het ligt er ook een klein beetje aan hoe groot volgens mij je vereniging is. Ja. Maar je mag een, dus een x-aantal mensen. Uh, mag, mag er naar binnen. Um, ik kom uh, zelf afgelopen zaterdag alleen maar naar een zes-uur-wedstrijd. Waardoor ik zelf uh, naar, uh, in noord naar VWSB ja. ben gegaan. Daar mogen dan bijvoorbeeld 420, uh, maximaal 420 toeschouwers mogen er komen. Dat is en dan, dan maakt het niet uit of het. VVSB-supporters zijn of van de tegenstander? Nee, uh, sterker nog, uh, ik kwam zelfs nog wat buitenlandse supporters tegen. Dat waren, geloof ik, uh, Engelse groundhoppers, zoals dat genoemd wordt. Die waren dus naar een amateurwedstrijd gegaan oh. in Nederland. Uh, maar gewoon netjes dus van tevoren aangemeld. Oh, dat, dat moet wel. nu natuurlijk ook allemaal dat je het kaartje van tevoren al uh, betaalt. Ja. In ieder geval, uh, het ligt er net aan of, of de vereniging zelf. In mijn geval moest ik 2,50 betalen, maar kreeg je namens de club dan ook een consumptie die je uh, dus oh. uh, daar kon besteden. Dus dat, dat is op zich voor de rest prima. Maar op die manier hebben zij dus een beetje eigenlijk de administratiekosten natuurlijk gedekt. Um, nou ja, en ik denk dat de meeste clubs daarvoor dan kiezen van nou ja, als ik dan toch maar die 400 of 500 dan mensen voor vind, de eigen supporters. dan maar de eigen supporters. Ja. En dat kan ik wel begrijpen, ja. Dus komt er eigenlijk op neer, ja zonder kaart kom je er gewoon niet in? Nee. Ja, als je die kaart niet kan krijgen, dan heeft het ook niet zoveel zin om, om af te nemen. Nee, krijgen. maar ik moest me dus als, als journalist ook echt wel goed aanmelden. Vaak, ja. meestal bij, als ik dan ergens naar een vereniging toe ging, ja, ze wisten heus wel dat er iemand van voetbal aan de bollenstreek langs zou komen. Ja, nu moet je toch echt wel even duidelijk melden van ja, ik ga zaterdag naar die ja. wedstrijd toe. Ja, want op de Boekhorst was je dan afgelopen zaterdag. Ja. Uh, maar die tribune staat er nu toch niet? Nou, ze hebben een noodtribune okay, gemaakt. Dus... Toen destijds bij Noordwijk. Die zal overigens lekkerder dan de oude tribune, die noodtribune toen. Ja, nou dit waren nog steeds houten bankjes. Oh. Dus uh, daar is niet zo aan veranderd. Om ik bij Noordwijk altijd zo erg. Ik vind overigens nog bij Noordwijk een schitterende tribune. Maar ja. je zit echt op schoot. Daar moeten ze een beetje drie stoeltjes vrij laten tussen. Uh... Het is een beetje stijl, zeg maar. Ja, hoog uh, zit gemaakt. daar echt mutje-mutje. Ja. Uh, ja. Mutje. ja, nu dan niet, maar als, als die vol zit nee. natuurlijk wel. Nee, maar wat je dus ook bij VVSB zag, maar dat heb ik ook bij Quick Boys gezien... Uh, zijn natuurlijk ook die stippen die ze dan uh, langs de kant ja. hebben gemaakt. Hè? Dus dat iedereen wel die anderhalve meter uh, aanhoudt. Uiteindelijk, en dat vond ik... Ja, uh, ik heb dan de samenvattingen uh, ook gezien uh, van de tweede divisie. Toen begon nog de commentator toevallig... Ook bij, bij de Boys, wedstrijd van hè? Quick Boys ja. begon hij daarover. Toen dacht ik bij mezelf, ja, dat vind ik ook een beetje... Beeldvorming dat, je, dat dat nu bij die wedstrijd wel wordt gezegd. Terwijl het ook echt bij andere wedstrijden ook niet uh, allemaal anderhalve meter nee. is. En dat zie je overal gebeuren. De stewards die komen langs, die zeggen: wel, ga alsjeblieft even anderhalve meter uh, bij elkaar vandaan staan. Stewards lopen weer weg en supporters kruipen weer ja. naar elkaar toe. Ja, je hebt natuurlijk bij dan bij het nadeel dat die camera natuurlijk gericht staat op die waar het clubhuis is. De, de ja. kantine, zeg maar. En uh, ja, daar was inderdaad weinig afstand. Uh, daar was weinig ja. sprake van afstand. Ja, kijk, we gaan het niet hebben over of die regels logisch zijn nee. en nut hebben. Dat begrijpen we allemaal wel. Maar ik heb wel een beetje het idee dat het ook in die sport uh, daar, daar moet het echt. Iedereen, als je ook bijvoorbeeld kijkt nu naar de, de hele verslaggeving rond de, de Tour de France, ja. uh, ook als mensen buiten met elkaar staan te praten, moet er dan toch zo'n mondkapje op? Ja, maar ze staan wel met z'n allen ja, op, op de berg, staan ze gewoon het, ja. uh, te schreeuwen. Ergens springt ja. het natuurlijk wel ja, een ja, absoluut. beetje. Absoluut. Ja. En ik snap het wel dat die journalisten dat doen, want uh, eh, anders worden we waarschijnlijk zo uh, uit, uh, uit die Tour de France-bubbel ja. uh, gestuurd. Uh, hoe doen jullie dat nu met voetbal in de Bolle Streek? Uh, interviews? Gewoon tijdelijk niet? Of, of maak je, moet je nu ook van tevoren afspraken maken waar je normaal misschien na een wedstrijd zomaar een speler eventjes op zijn schouder tikt? Ja. Of heb je even tijd? Nee, dat kan gelukkig wel. Uh, wij hebben zelf hebben een soort uh, een extra hengeltje als het ware Heng, gekocht. Ja, de bekende hengel. Ja, dat komt er eigenlijk gewoon op neer. Daar klik je dan je microfoon in. Uh, maar dat zorgt er in ieder geval wel voor dat je ongeveer anderhalve no. meter afstand... sowieso van degene kan houden die je aan het interview bent. En eigenlijk gaat dat wel prima. Uh, als je echt heel erg als journalist naar kijkt... dan vind ik het beeld, omdat die speler er net ietsje verder weg staat... Er zijn allemaal technieken voor. Die moet, ja, okay. De ogen moeten op twee derde van het beeld staan. weet ik het allemaal. Dat moet je dan maar een beetje overhoop gooien. Uh, want je moet zeg maar die anderhalve meter afstand. al, al is het in ieder geval maar voor de beeldvorming natuurlijk. sowieso die, uh, die afstand wel, wel behouden. En dat ging eigenlijk afgelopen zaterdag eigenlijk ja. best wel prima. Ja, want het is natuurlijk uh, een vervelende tijd. Aan de andere kant uh, liggen er misschien ook wel kansen voor uh, de lokale media. Dus daar reken ja. ik zowel jullie platform als onze omroepen een beetje toe. Want ja, naarmate er natuurlijk minder uh, supporters mee kunnen naar de wedstrijd, zijn ze wel weer meer ja. afhankelijk van livestreams, maar bijvoorbeeld ook de radio. Ik hoorde trouwens in jullie 1-2, die erg lang duurde dit keer. Voor <laughs> ik je nog pleiten voor uh, de, de lokale omroepen luister naar de radio. Dus toen ja. dacht ik, nou, die Frank die gaan we uitnodigen voor uh, de eerste voetbaltafel. Nee, maar dat nou, is... doen, misschien liggen er wel kansen, natuurlijk. Dat is wel zo. Al merk ik wel dat uh, heel veel voetbalclubs zelf ook steeds professioneler ja. daarin worden. Hè? Je ziet het ook aan, aan Quickboys die gewoon zelf uh, ook al uh, met, met livestream bezig zijn. Um, dus, dus die regelen veel regelen het zelf. Maar ik vind inderdaad de lokale radio is echt wel een, ja. een perfect alternatief. En af en toe ook nog gewoon knijt spannend ook. Ja, toch? Omdat je juist er zelf niks kan, van kan zien. Dus je gaat het visualiseren. En dat maakt het, vind ik, juist ook weer de, de romantiek van, van het amateur amateur. Ja, vind ik er alleen maar weer mooier. Alle door dat Alleen natuurlijk alleen maar onderstrepen. Dus uh, ja. nee, deze gaat op een tegeltje. Uh, hele goede uitspraak van je. Ja, dan uh, het nieuwe seizoen begonnen. Nou, het oude seizoen was natuurlijk uh, ontzettend spannend. Het is echt ja. Uh, ja, goed, daar hoeven het niet meer over te hebben. Maar er deden nog zes clubs mee voor het kampioenschap in die tweede divisie. Wat zijn globaal, Frank, uh, jouw verwachtingen voor het nieuwe seizoen? Nou, ik had Rijnsburgse boys echt en eigenlijk nog steeds, ook na ja. afgelopen zaterdag, had ik echt heel hoog aangeschreven. Uh, mede natuurlijk ook door een fantastische voorbereiding. Uh, waarin zij uh, over acht wedstrijden, geloof ik, had ik, uh, als ik het uit mijn hoofd. 33 keer scoren en maar 8 goals tegenkrijgen. krijgen. Nou, dan wordt er wel gezegd van ja, ze hebben vooral geoefend bijvoorbeeld ja, tegen derde divisionisten, uh, maar ook tegen Jong Volendam, waar ze komende zaterdag ook weer uh, tegen spelen. Winnen ze ook met 3-0 van. Um, dat ik toch dacht van ja, en eigenlijk als ik nou steeds die linies nu bekijk, mm -hmm. vind ik op elke linie echt wel een uh, paar puiken spelers uh, tussenlopen. Dus ik had Rijnsburgse boys hoog aangeschreven. En zeker na afgelopen zaterdag echt nog niet een stuk minder. Wat je nee, het al is zei. onzin om, om zo'n verwachting naar één wedstrijd uh, te laten varen. Nou goed, ja. dan pakken we Rijnsburg eventjes uh, zeg maar bij de horens. Is het dan niet zo Frank dat uh, Tillema is natuurlijk vertrokken. Maar nu is ook Jongenhele geblesseerd. Ik weet niet precies hoe lang dat gaat duren. Maar dat is natuurlijk wel een belangrijke voorhoedenspeler ja. bij de Rijnsburgers. Uh, Jordi Stroker ligt er in ieder geval lang uit. Toch ja. ook een basisspeler uh, met aanvallende capaciteiten. Al speelde hij dan uh, vaak als bek. Uh, ja, denk je dat dat toch voldoende is om zeg maar, uh, zich te gaan nestelen in die bovenste drie, vier plaatsen? Nou ja, kijk, voor elke vereniging, ik bedoel, nou ja, in, in dit geval, Katwijk is dan misschien niet het goede voorbeeld omdat Mengering er dan niet bij was, maar Veriks uh -huh. uh, een schitterende goal trouwens maakt. Dat terzijde. Uh, een mooie paas van uh, Suzanne. Ja, maar gewoon alles klopte zeg ja, maar aan, aan de aanvraag. Precies, ja. ja. Um, maar een jongen waar je die ook neerzet, elke vereniging zou hem um, missen, zeg maar, als hij ja. niet meedeed. Maar wat ik daar gewoon zeg, maar uh, Tillema, die wordt nou uh, opgevangen door die, die nieuwe jongen Bram de Bruin. Die, uh, ja, ik van heb van Barendracht. Van ja. Ik heb hem zelf nog niet zien spelen. Maar daar heb ik echt wel hele goede verhalen uh, over gehoord uh, in de voorbereiding. Als Bram de Bruin niet meedoet, dan heb je Ian van Otterlo nog. Die. Terleden was ontgroeid uh, vorig jaar en nu daar bij Rijnsburgse Boys speelt. In de aanval hebben ze uh, nou ja, bijvoorbeeld Michiel Hemme uh, ook nog ja. die, die uh, flinke dosis ervaring met zich meeneemt. Ik vind ze in elke linie eigenlijk vrij sterk, uh, goede keeper inmiddels met uh, met Westerveld. Ja, Westerveld Ja, precies. Richard Van Nieuwkoop vond ik ook altijd een prima uh, keeper, maar ze kregen wel heel veel goals altijd tegen. Ja. Met Wesley Zonneveld koop je best ook een goede keeper, of koop, uh, haal je een goede keeper erbij. Dus ik, ik schat ze nog steeds hartstikke hoog in. Al vond ik wel dat ze het allemaal best wel professioneel probeerden te downplayen. Ja. De trainer Wisman, uh, uh, ook afgelopen zaterdag, maar ook Bram de Bruin, uh, die we met voetbal in de bollestreek van de week spraken, die ook zei van, ja, wij zijn nog geen titelkandidaat. Nee. Maar dat hoor je er weinig zeggen. Wij zijn titelkandidaat. Uh, is ja, ook he, niet dat... zo, Frank, dat die verschillen natuurlijk zo ontzettend klein zijn. Dat was de afgelopen jaren het geval, maar nu, nu eigenlijk nog steeds en misschien nog wel meer dan ooit dat je er ook weinig over kan zeggen dat er misschien wel zeven, acht ploegen kans maken om gewoon kampioen te worden. Ja. Nou ja, en in dat geval heeft misschien Katwijk nog wel de beste, uh, ja. uh, uh, eigenlijk het best gedaan afgelopen weekend, in ieder geval de beste indruk. Want die winnen eigenlijk relatief eenvoudig. Ja, zakelijk hè? Zakelijk, wordt ik steeds inderdaad. bruining zelfs. Uh, ja, ja, van een angstkekener. Excelsior, maar sluizen altijd hadden ze ja. daar lastig tegen. Nou, Vorig seizoen werd het volgens mij uh, 0-3 of 0-4 daar. Maar daarvoor was het inderdaad altijd uh, een, een vervelende tegenstander voor, uh, voor Katwijk. Ja, bedankt dat je mijn verhaal in één keer uh, onderuit had. Nee, maar je hebt, je hebt volledig gelijk hoor. Ja, toch? Ja, nee, tuurlijk. Uh, jij hebt in dat geval de statistieken beter uh, in je hoofd dan ik. Ja, daar nou, hoort ze hebben... uh, Henk zeggen zaterdag. Het is vaak een lastige tegenstander ja. in ieder geval gebleken. En, en nu winnen ze daar eigenlijk heel goed. Maar nou, relaxed ja. kan ik het misschien wel noemen met 0-2. Terwijl bij Rijnsburg is er dan niet zo heel veel gebeurd. Ik noemde net Tillema, maar dat is eigenlijk de enige echte basisspeler die vertrokken is. Uh, bij Katwijk zijn er natuurlijk wel meer basisklanten ja. weggegaan. Uh, de keeper, Kibo, maar ook bijvoorbeeld uh, Michiel van Dam is gestopt. Benny ja. van Noord speelde niet altijd meer, die is ook gestopt. Guus van Weerenburg, basisspeler, ook gestopt. Dan heb ik het alleen nog maar over de achterhoede. Uh, maar Katwijk heeft wel volgens mij goed ingekocht. En ook nog eens een nieuwe trainer. Dus ja, ja. de vraag is hoe snel dat... Goed valt, ja. want vaak heeft dat toch wel wat tijd nodig. Ja, want kijk, halverwege augustus stonden er zij er nog heel anders voor. Want toen werd er al geroepen: We hebben echt nog uh, versterking nodig, ja. middenveld vooral, misschien nog wel een aanval. Nou, dat werd allemaal eigenlijk vlak voor het einde van nou ja, de transfer deadline. werd dat natuurlijk uh, alsnog geregeld met Lars Wijstra, die, die toch nog naar uh, Katwijk ging en natuurlijk uh, Mitchell Schet, uh, broer ja, van. Die uh, deed zaten dan, dan. dan nog niet mee volgens mij. Nee, nee, die heb ik ook niet uh, op het wedstrijdformulier nee. zien staan. Maar ja, met zo'n Lars Wijstra haal je wel echt even een goede middenvelder. Ja, ze hadden bij. nog zo'n jongen uit de Israëlische competitie, die deed ja, die ook wel mee. Die deed ja. naam niet? Scheiman. Scheiman. Ja. Dus uh, ja. ja, dat lijken dan wel goede. Maar en ook nog eens een, dus een nieuwe trainer, uh, Anthony Correa. Uh, heb je die al gesproken eigenlijk? Nee, heb ik zelf ook nog nee. niet gesproken. Um, jongen vent. Ja. En heeft dus ook uh, met, met zijn tactische ingreep ja. afgelopen zaterdag. Hij heeft er echt voor gekozen om bewust uh, naar nou ja, Excelsior Sluis te laten komen. Meestal hè, katwijk is toch een beetje van hetzelfde druk zetten. Ja. Uh, liet nu Excelsior Sluis komen. En heeft daarmee uiteindelijk uh, die ploeg ook. Uh, nou ja, 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 het slaat nergens op, net op, op wat heen. ik nu zeg, maar vaak bij een eerste indruk van een trainer heb ik vaak het idee van dit gaat hem wel worden of dit gaat hem niet worden. Niet dat ik dan altijd gelijk heb. <laughs> maar ik heb bij deze trainer op de een of andere manier wel het idee van dit, dit, dit kan wel eens wat gaan worden met de, de selectie van Katwijk. Puur ja. op basis van een gevoel. Ken je die trainer ook niet? Dat komt natuurlijk van Odin, uh, daar 99, was hij succesvol. 50, ja. Uh, ja, Wel een opvallende naam, want dat was niet denk ik een naam die wij uh, na Jan Zoutman uh, als, nee. als, uh, als eerste hadden voorspeld. Maar goed, we gaan het meemaken. Maar de uh, katwijk, uh, via Katwijk, zeg maar, nu het nieuwe seizoen uh, begon, is, wel met een betere selectie dan waar ze in maart geëindigd zijn. Dat vind ik een goede vraag. Maar ik denk dat zij best uh, op een goede manier hebben doorgeselecteerd. Ja. Dus want ze hebben ook die Kilian van Meel gehaald van uh, Jong Ado Den Haag. Uh, ja. Tim Frerik, die Ja, Die blonde jongen. Ja, die blonde jongen. Tim Vriks, ja, we hadden het net al, maar die, die 0-2. Eigenlijk is in alles schitterend die paas van Robert Suárez. Ja. Dat is op de Roger Federer-achtige precisie. Want serieus, dat is een, een, met één paas. Daar ik het. het ja, een beetje, ik heb ik hem gezien. Ja, dus het, het is een beetje kruiviaanse een uitspraak. Maar hij met één paas laat die voetbal zo simpel. Ja. Het is één paas en, en, en daarna een loopactie van Freris en het staat 0-2. En alles klopte daar gewoon aan. Ja, ook nog goed afgemaakt. Hè? Want je moet ze de kost geven die hem dan nog tegen een keeper opschiet. Nou, in zo'n geval. Ja, hij, hij neemt hem aan, doet twee, drie stappen, ja. loopt net het strafschopgebied in en schiet hem keihard diagonaal binnen. Ja, want, want over Katwijk nog gesproken, Marciano Mengerink is natuurlijk een begrip op de krom, maar het zou zomaar eens kunnen zijn dat hij niet eens zoveel aan spelen toekomt. Ik dacht precies hetzelfde, zeker ja, toen ik het afgelopen zaterdag die zag. Ook omdat Mengerink mag... zijn beste seizoen, dat was niet afgelopen seizoen, dat nee. is echt wel iets langer terug. En toch, die, die ja, man moet je nog Menger. niet af. Ja, precies. dat ben ik met je eens. Ja. Dus uh, nou ja, echt positief, uh, hoe katwijk afgelopen zaterdag voor, voor de dag ja. kwam. En uh, uh, ja, wat ik al zei, uh, goed, goed denk ik uh, doorgeselecteerd. En dan uh, Quickboys. Uh, Quick ja, ik zal niet zeggen dat ze blij zijn met het feit dat de competitie niet doorging, maar die waren natuurlijk nog niet helemaal veilig. Uh, dan kan ik eigenlijk dezelfde vraag stellen. Uh, Quickboys krijgt als het ware een herkansing. Is de selectie van QuickBoys nu aanmerkelijk beter? Dan op het moment dat de competitie in maart stopte. Ja, dat durf ik ja. wel voor ja, denk ik. En, ook te en durf je dan ook te zeggen van nou ja, QuickBoys gaat het nu dus wel wat makkelijker krijgen, zou zomaar eens plaats 7-8 kunnen gaan eindigen? Ik schat ze nog net ietsje lager, denk okay. ik in. Dus, uh, maar uh, niet met de bibbers tot het einde nee, van ja, boven de streep blijven. Dus absoluut wel goed. aanmerkelijk beter dan het afgelopen seizoen. Ja, ja. Um, en dat vond ik op zich ook wel, uh, ja. ook wel een goede of sterke quote van, uh, van Grunels, van de trainer. Uh, die, spra die heb ik dan toevallig wel gesproken voor, ja. voor het seizoen. En die zei ook van ja, maar dit seizoen uh, werken we met een selectie waar ik ook zelf uh, mijn hand in uh, uh, Gehad de vorige keer dat ik hier kwam, was eigenlijk ja, was, eigenlijk de, ja, was ja. de selectie eigenlijk al een beetje bekend en er uh, een of twee spelers hebben nog kunnen halen. Maar nu heb ik zelf kunnen zeggen: van, Ja, dit die wil ik wel, of die ja. kunnen we wel gebruiken of die niet. En zeggen daar mag je me ook aan het einde van het seizoen. Uh, ik ben er nu verantwoordelijk voor, voor de resultaten. Dus daar mag je me ook best wel uh, uh, in ieder geval verantwoordelijk voor maken. Ja, maar dat hebben. gaan we dan ook doen. Maar jij uh, bent positief gestemd over Quick Boys. Niet zozeer om mee te doen om de kampioenschap. Maar die hoeven ja. zich niet meer zo uh, tot de kerst te druk te maken. Nou, we moeten boven die strepen eindigen. Nee, dat, dat, dat ja, absoluut niet, denk ik. Alleen uh, denk ik dat het voor hun echt wel een zware domper is geweest. Dat Boymans uiteindelijk ja, de, uh, dat geblesseerd is geraakt. Uh, en, en nou ja, ze hebben dus. Toch nog een nieuwe spits uh, weten te halen, 19 jaar, Jozef Blel, als ik het goed zeg. Maar ja, 19 jaar, dat is toch even iets anders dan een spits van Zeker. 31 ja. die bij uh, FC Utrecht heeft gespeeld. En, uh, maar ook een tijd man. volgens mij niet gevoetbald heb. Dat blijft toch een beetje het risico met, met oud ja. betaald voetbalspelers. Ze hebben overigens nog wel ook een speler van die bij Willem II heeft gespeeld. Uh, Louis. Ja, die, ja. Heb ik, die heb ik zelf niet op mijn netvlies staan, maar die jongen is wel en jonger. Ja, eind geloof ik. Oh, toch wel. Ja hoor. Ja, voor ja, voetballers ja. niet heel erg uh, jong. Nee, maar um, is eigenlijk een het, beetje hetzelfde situatie als dat Jeffrey Cat uh, had toen ja. hij naar Quick Boys uh, kwam. Uh, heeft een tijd in het buitenland gespeeld. Nou ja, uh, de, de, de Louis kwam dan, uh, Fernando Louis kwam van Willem II. Uh, maar ook, ja, coronacrisis. Uh, had nog geen nieuwe club. Uh, net vader geworden en wilde eigenlijk gewoon vastigheid. Ja, uh, kende, dus je heeft er een baan bij. Ja, precies. Ja, ja. kende Jeffrey Cat. Uh, wil dus nu in zijn, inderdaad zijn maatschappelijke carrière boost geven. Ja, uh, en toen heeft Cat gezegd: nou ja, kijk wat er bij mij is gebeurd. Ik heb het hier prima naar mijn zin. Is dat ook niet wat voor jou? Ja, en, uh, toezij... zo gaat het natuurlijk vaker. Maar ik begrijp ja. dat Cat een beetje de, de transfers heeft geregeld voor, uh, voor Quick Boys. Hij kende wel een hoop ja. jongens. En nou ja, dat, je... dat is bijvoorbeeld ook bij, uh, uh, bij Boymans is dat zo gegaan. Die kende Boymans en Cat, die kenden elkaar okay. ook. Die uh, hebben nog met, bij, met elkaar gespeeld. Het is tijdens toen bij AZ, geloof ik. Um, en uh, nou, daar heeft Ket dus een hele belangrijke rol in gespeeld. Oké, okay, dus de, nou ja, in die zin, want bij Quick zijn er ook niet zo heel veel weggegaan, hè? Nee, uh, wel een paar jongens. Ja, weet hij, onze vriend van Ewijk is gestopt. Maar ja. ja, die speelde vorig seizoen natuurlijk uh, al niet echt veel. Uh, ja, Mark de Kruis naar Noordwijk ja. gegaan. Ja, dat, dat was natuurlijk al die switch met dat de, de Winter Ach volgens ja. mij al. hè? Uh, het Sabi Artje Die daar overigens wel goed doet. Ja. Scoorde ook uh, voor ja. Noordwijk uh, tegen Aafs. De Dennis Kaars natuurlijk als, uh, als spits is daar uh, ja. weggegaan. Naar, uh, het begon op klompen ja. uh, uit Amsterdam. Ja, ah, klopt. Dennis van der Plas naar Rijnsburg. Als Dennis speelde van die Plas. vorig seizoen ja. wegens blessures uh, eigenlijk al niet. Nee, maar die hebben wel. Waar je denk ik ook op een beetje op doelt. Die hebben wel zeg maar hun beetje vaste basis redelijk ja, uh, ja, gehouden. Ja. Ja. Die hebben ja. niet heel veel uh, mutaties gehad. En dan in het tweede jaar van de van Grunold, je gaf het al aan. Nu met in ieder geval zijn eigen uh, beleid en vinger ja. in de pap wat betreft uh, de selectie. Goed, als we dan de balans opmaken, Frank. Uh, ja, het is natuurlijk leuk als je zegt Katwijk, Rijnsburg of Quickboys voor ons. Ja. Even reëel, uh, het is ontzettend dik koffie kijken hoor, ik begrijp het. Maar zijn er nog andere clubs behalve AFC die zich uh, om die titelstrijd gaan mengen? Want Hardenberg wordt hier niet vaak genoemd, maar ik denk onterecht. Ja, speelde gelijk, geloof ik uh, afgelopen zaterdag. Uh, ja, even tegen wie? Treffers volgens mij. Ja, klopt. Tegen ja. de treffers, ja. Ik geloof dat een doelpuntloos uh, gelijkspel uh, is geworden. Um, ja. HC Hardenberg vind ik lastig, omdat zij onder Gertjan Karsten hebben ze een tijdje goed gepresteerd. Die is naar Urk gegaan. Uh, hebben nu een nieuwe tra trainer met uh, Bert van Hunestein. Uh, die komt over van DVS 33. Ja. ja dus dit is ook allemaal weer een nieuwe ook trainer. Je moet allemaal maar weer kijken hoe dat allemaal uh, loopt. IJsselmeervogels mag je nooit afvlakken. Nee, vind ik ook. Um, en wat ik knap vond, is Koninklijke HFC. Die won nou eigenlijk ook gewoon uh, de openingswedstrijd bij, uh, met tien man ook. Maar die hebben uh, zonder gespeeld, hè, geloof ik. Ja, ja tegen, die niet tegen de sterke van de gezien. Ja, en Kozakken Boys, moeten we die nog noemen? Ja, maar Cozacca Boys, dat vind ik altijd een beetje, uh, met alle respect voor die vereniging, want daar staan, uh, Kete Jan die speelt daar ook ja. natuurlijk nog, en van Drenthe. Maar, maar ik heb het gevoel dat daar altijd wel iets per seizoen gebeurt. Waardoor ze op een, een of andere manier zichzelf alweer uh, in daardoor uh, in de voet schieten. Ja. Nou ja, ze, ze stonden wel bij die zes die nog kans maakten. Ja. Uh, Je hebt afgelopen. aan het begin van het seizoen al gezien dat, uh, dat hun uh, technische man uh, opstapte. Ja, het rommelt daar wel vaak. Ja. Maar goed, dat kan bij, uh, bij Quick Boys ook nog eens gebeuren. Daar rommelt het ook vaak. Nu niet, overigens op dit moment. Dus, uh, dus als ik heel eerlijk de, de afgaande, afgelopen weekend alleen, heeft Katwijk de, de beste indruk gemaakt. Oké, okay, maar jij, je zegt dat je blijft erbij dat zowel Katwijk als Rijnsburg wat jou betreft absoluut kans maken om die titel uiteindelijk te gaan pakken. Ja. En, ook dan... ik, en Quick Boys gaat zich gewoon makkelijk handhaven. Dat ja. is jouw conclusie voor, uh, voor zeg maar onze clubs. Een beetje chauvinistisch mag je wel zijn. Ja, nog, uh... je moet hier vaker komen. Dus, uh, <laughs> ja. Ik kijk even op de klok Frank en ik zie dat we al richting het half uur gaan. Uh, ja, dan hebben we natuurlijk nog uh, Rijnvogels en uh, Valk68. Uh, de Rijnvogels, ook een nieuwe trainer, ook een jonge, ambitieuze ja. uh, trainer. Uh, ik zei het al, ik heb ze gezien tegen de, de beker. Die keeper vind ik goed. Wat ik ook een goede speler vond, uh, dat was die, heet die Weidenbos. Die speelde dan zaterdag Tegen ja, niet. Leidenbos. Ja, Weidenbos. Die heb ik gezien voor de beker. Dat is wel een hele solide verdediger. En die komt van SJC. Daarom ja, vraag klopt. ik het jou. Ik kom daar nooit, maar jij kende hem al. Ja, klopt. Ja. Uh, daar maakte hij ook echt een hele goede indruk. Daarvoor kwam hij van Fortuna Wormenveer. Uh, maar ook atletisch is hij. Ja, ik, ik vond hem maar, en hij werd toch gewisseld. Overigens opvallend ja. dat in die wedstrijd, en dat kan met blessures te maken gehad hebben, want we vragen dus ook de trainer niet na afloop vanwege die uh, corona. Ja. Maar bijvoorbeeld uh, Axel Wendt begon op de bank, uh, Sven Verlaan begon op de bank, Parami begon op de bank, vond ik toch wel opvallend. waren dus, uh, namen, ja. Dat is wel een ja, precies. Dus dat is wel een trainer, Thomas Duivenvoorde, die ook wel durft, denk ik. Ja, maar Thomas Duivenvoorde, die heeft uh, zelf natuurlijk ook bij, bij Katwijk heeft hij, uh, stage gelopen. Daar ja. heeft hij ook op de bank gezeten. Um, dat is echt een hele talentvolle jongen. Die uh, is begin dertig. Begin Wat ik het goede aan hem vind, is dat hij ook eigenlijk de geleidelijke weg zeg maar, kiest. Is al heel jong begonnen als trainer. Ja. Hij is nog steeds jong, denk ik. Ja, begin 30, ja, ja. 32 geloof ik. Uh, 33. sorry u tegen mij zeggen als van <laughs> ja. op. Ja, maar bij Dos R begonnen als tweede klasser. Daarna ook naar Den Horen gegaan, bij Katwijk dus op de bank ja. gezeten. Nu bij een hoofdklasser. Um, terwijl die ook, ook bij de KVB. Want hij is uh, zijn leermeester was William Vloet, die okay. ook al bij, uh, bij Rodiën van Roda ja, ja heeft gezeten. En die heeft gezegd. Ik zie jou als een van de weinige amateur-trainers uh, uh, doorbreken uiteindelijk in het betaalde, betaalde voetbal. voetbal. Ja, want ja, dat zijn er niet zo gek veel, hè? Nee, en, 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 en Thomas Duivenvoorde heeft helemaal geen betaald voetbalachtergrond. Maar nee. is gewoon zelf uh, nou, een vrij slimme jongen, ziet het spelletje goed en kan dat ook nog... Zo'n soort trainers uh, dat je in de Bundesliga nog wel ziet, van die jonge jongens die zelf ja. niet hoge voetbal nou, hebben. Ja, hij, hij wordt al inderdaad gewoon een beetje vergeleken met die, uh, de Nagelsman en, ja. uh, en, en dat soort uh, trainers inderdaad. Oké, okay, dus uh, nou ja, eerlijk als het begin van het seizoen uh, dat glas nog uh, niet half leeg maar half vol is. Uh, ook de Rijnvogels kunnen zomaar positief. een alles prachtig positief. seizoen. Overigens zal het nooit zo onrustig zijn als het afgelopen seizoen bij de Rijnvogels. Ja. Dus in die zin hopen dat daar nu ook uh, gewoon het sportief ja. lekker gaat. en ook de rust in de tent blijft. Maar daar, de, 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 die geef ik echt van, van die ploegen, dus uh, ik zal het kort houden. maar ja. van die ploegen geef ik, geef ik Rijnvogels de grootste kans om uiteindelijk aan het einde van het seizoen kamp okay, te worden. Oké, toch wel. Ja. Dus dan, ja. Oké, okay, maar, ja, in minder de met, maar... met minder budget dan naar de derde divisie uh, doorstromen zou dat betekenen, mochten ze kampioen worden. Ja, Maar, maar goed, dat zien we ja. allemaal Laten we eerst maar ja. kijken hoe uh, de dat. eerste paar wedstrijden worden. Ja, Valken gaan we het andere keer over hebben. Die speelt overigens nu voor de beker, dus die competitie moet nog beginnen. Het is natuurlijk als enige club wel gepromoveerd, zoals je weet, ja. naar de eerste klasse. Dus die zijn wel uh, een... Uh, moet, uh, ja, zullen ook lastige tegenstanders krijgen dan het afgelopen seizoen. Dat is logisch als je de, promoveert. Ja, natuurlijk wel wat jongens hè, gehaald van de tweede ja. uh, elftallen. Dus uh, daar ben ik vooral benieuwd naar. Benieuwd naar, ja. Maar ook ja. daar zijn de verwachtingen ieder jaar hoog. Maar ja, verliezen nu toch ook met 0-3. Ik weet, het is ja. een districtsbekerwedstrijd. Maar tegen FC Bolshuizen. Nou, een klein dingetje nog over Valken. Wat ik echt positief vond, is dat zij een sub-hoofdsponsor... in deze coronacrisis uh, aan zich hebben weten te binden. Dat vind ik echt nou, een dat compliment is, dat, waard. Mag je dat niet zeggen? Maken we dan, uh, nou, laat ik het zo zeggen. Het is, je hebt nu ook een wielerploeg uh, in de Tour de France uh, die gesponsord wordt uit Nederland. Uh, Waar bijna geen Nederlander in zit, maar dat terzijde. Die heeft een bepaalde sponsor en die sponsor heeft zich ook verbonden aan, uh, aan Valken 68. Nou, kan je de boodschappen doen? Nou ja, ik denk dat we dan voldoende ja. weten, inderdaad. Uh, maar dat vind ik heel knap. Dat ja. is een compliment waard richting uh, het commerciële team daar. Oké, okay, dus alle seinen staan op groen voor onze clubs. We gaan hem met vertrouwen uh, tegemoet. Ja, volgende week, dus komende zaterdag moet ik zeggen, dus alweer speelronde 2. Althans in de tweede divisie, derde divisie en ook de hoofdklasse. Die hebben ook op kaart het programma voor 12 september. Als het goed is, ziet u hem wel. Ja, de tijden noem ik er maar even bij, want dat is in die tweede divisie onafvolgbaar geworden inmiddels. Katwijk tegen Tech om half 4. Rijnsburgse Boys tegen Jong Volendam om 3 uur. Onlangs, dus nog tegen elkaar geoefend. Maar ja, Goede oefenperiode wil niet altijd zeggen dat het ook goed gaat in de competitie. Dan om half drie AFC tegen Quick Boys. Nou, dat is gelijk een goede test voor Quick Boys. Uh, ook om half drie Kapellen tegen de Rijnvogels. En Valken speelt wederom een bekerwedstrijd. Wederom ook thuis. Ook om half drie. En nu tegen de andere buurman, iets verderop. RCL uit Leiderdorp. Dan nog belangrijk om te melden, uh, komende vrijdag uh, is er weer de traditionele jaarlijkse trainershow. Dat zal plaatsvinden uh, in het sponsorshome van Rijnsburgse Boys. Uiteraard weer gepresenteerd door ons aller Jaap Kloos. Uh, die gaat dan in gesprek met uh, acht trainers uit de tweede divisie. Uh, dus ja, ik zou zeggen: stem dan in ieder geval af op de radio. Er wordt mij ook nog live. Of, uh, hoe dat? komt een livestream voor Facebook. En als u nou het vrijdag echt niet mee kan maken, dan hebben we in ieder geval volgende week maandag om half tien geen voetbaltafel, maar hebben we een aantal highlights van die trainershow. Altijd goed bezocht. Trainers willen tot nu toe altijd komen. Dus dat doen we volgens mij goed. Het gaat natuurlijk ook over de verwachtingen voor het komende seizoen. Met dus acht hoofdrolspelers in die tweede divisie. Dus niet vergeten, volgens mij begint het om 7 uur komende vrijdag. Nou, volgende week dus een compilatie daarvan. En de week erop waarschijnlijk weer een voetbaltafel. Dat zien we tegen die tijd wel. Bedankt voor het kijken naar de eerste voetbaltafel van het nieuwe seizoen. Frank, heel erg bedankt. We zien je ja. vast vaker. Succes. Bedankt hoop het uit, dat nou, het allemaal denk. weer een beetje aantrekt. Ook met je, met je, met je platform. En uh, nou ja, uh, bedankt Jullie voor ook je medewerking. Succes, uh, en uh, wie weet komt er nog een hele mooie medewerking tot stand. Als die er niet al is. Bedankt. Wel thuis. U bedankt voor het kijken. En graag tot een volgende keer.